Show. Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! louder. Een hele goede dames en heren. Van harte welkom op deze nou, derde kerstdag. Ik weet niet of je lekker thuis zit te chillen. Of je net als ik aan het werk bent. Of je net misschien vanochtend gesport hebt. Wat het ook is. Ik hoop dat je er zin in hebt in deze uitzending. Want het zijn de laatste dagen. We zijn langzaam aan het aftellen. Vandaag is het 27 december. We hebben nog vier dagen te gaan. Even kijken, 28, 29, 30. Nou oké, okay, vier. Nog vier dagen te gaan tot het nieuwjaar. jaar. De vraag is, ben je er klaar voor? De vraag is, heb je wel teruggekeken naar je jaar? De vraag is: heb je misschien mijn hulp nodig? Want als je mijn hulp nodig hebt, ga naar rmicallein.com. Ga kijken of je mijn 33 vragen e-book kunt downloaden. Ga kijken of dat iets voor jou is. Ga kijken of je daar, daar zin in hebt. Ga kijken of je, of je 33 prachtige, mooie vragen kunt gaan beantwoorden. Oké, okay? want dat is namelijk wat ik voor je heb. Ik heb voor jou mijn allerbeste. Ik heb voor jou mijn alle beste, alle aller, alle, 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 alle beste 33 vragen om een jaar af te sluiten heb ik voor jou verzameld. In een prachtig mooi, in een, pracht, in een heel mooi en prachtig, ook al zeg ik het zelf, in een prachtig mooi document. En ik hoop dat je daar, uh, daar heel veel plezier van gaat hebben. Maar wil je daarheen gaan? Ga naar het PDF kijken. 33 vragen. En wat er gebeurt is als je 33 uh, vragen e-book gaat downloaden, krijg je ook een tweede cadeautje. Want ik heb twee cadeautjes dit jaar voor je. Eén, het e-book. Tweede is, dan doe je automatisch mee met de gratis. De show, business in 7 stappen. Online training van 5 januari. Dus ga snel naar harmeekonline.com, zorg dat je gaat aanmelden. En ja, wat er, dan, wat er dan ook gaat gebeuren, is natuurlijk kom je op de tweede pagina terecht. Kom je op de tweede pagina terecht waarop je. Een prachtige mooie Holiday Sale Festival pagina gaat terechtkomen. Waarop je dus ook een van mijn beste producten, een van mijn beste diensten, gewoon als Holiday Sale kan gaan zien. En vandaag zijn dat eigenlijk drie, drie zaken. Allright? Dus ik ga hem even erbij halen, kijken of ik je kan laten zien. De Holiday Sale, Sale Festival, of ik kijken of die erbij komt. Wat hebben we voor vandaag? Is dit in de aanbieding namens je? De Ideal Client Strategy, de cursus In plaats van 100 euro voor slechts 7 euro. tweede, tweede product of dienst of de live dag, wat er in aanbieding is. Is jouw beste jaar ooit live dag op 9, 19, december, 19 januari aanstaande? In plaats van de normale 2000 euro kun je dat voor 97 euro. En de Diamond 6-maanden Mastermind-groep mastermind in plaats van 6000 euro kun je dat voor 777 euro aanschaffen. Dus dit zijn de 7. Dit, uh, dit zijn de drie aanbiedingen die ik voor, vandaag voor je in petto heb. Ga check it out, het uit. Want het kan zomaar zijn dat ik van, vandaag bedenk: van, Nou, dit zijn geen goede producten. Ik ga andere producten aanbieden. Het kan zomaar zijn dat het morgen. En andere, andere reeks producten zijn voor jou. Again, we zijn het hier aan het testen. Dit is voor het eerst dat we een Holiday Cell, Cell festival doen. Maar ga erheen hoe je daarbij komt, is als je naar www.armicanline.com gaat, dan kan je dat zien. Ook wil ik mijn fantastische podcastluisteraars bedanken, want jullie zijn fantastisch bezig. Wat is het gaaf om jullie aanwezig te zien en te horen, te beluisteren. Ik hoor heel vaak dat mensen het, zeker deze periode aan het terugluisteren zijn, zowel online als live als via de podcast. Helemaal prima. Ik hoor ook heel vaak dat een aantal geweldige communityleden het als achtergrondgeluid hebben, om ochtends om tien uur wat geïnspireerd worden. Fantastisch. helemaal prima. Super, super super, dat jullie aan het luisteren zijn. En ja, waar, waar staat het vandaag op? Well, vandaag staan we op, even kijken hoor, de cijfers komen er nog aan. Dus dankjewel alvast voor terugkijken. Dankjewel alvast voor het terugbeluisteren. Ik weet het, het zijn hele drukke periodes. De meeste van mijn doelgroep zit thuis, met kinderen, want kinderen hebben vakantie. Dus I get it dat je daarna terug gaat beluisteren, in herhaling gaat beluisteren. Super, super fijn dat je aan het beluisteren bent. Vandaag zitten we op, wauw, 146.521 downloads! Yes! Fantastisch. Uh, dus uh, dankjewel, lieve podcast luisteraar. Het is geweldig om te zien hoe jullie aan de gang zijn. En dankjewel, dankjewel voor alle aandacht. En goedemorgen, lieve Chantal. Good morning, good morning, good morning. Fijn dat je erbij bent. Anyways, ik zei het al, dus check het uit voor de, de, voor de uh, cadeaus, kerstcadeaus via armiekanlijn.com. En dan ontvang je van mij de 33 uh, allerbeste vragen om een jaar af te sluiten. En daarnaast krijg je een gratis ticket voor de. Voor de 5 januari online training 7 stappen om je business een boost te gaan geven. Check het out. Dan kom je op de pagina van Holiday Cell. Holiday Cell Festival, waarbij vandaag drie, drie verschillende producten voor je aanbieding zijn. Ga dat checken en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk gaat downloaden. Anyways. Mocht je via Instagram inschakelen, mocht je hier zijn in de herhaling of in de live, laat me weten als je erbij bent. Want we zijn ook sinds een week. We zijn ook Instagram live aan het uitzenden. We zijn steeds meer aan het uitbreiden. Het is fantastisch om te zien. Dus laat me weten. Ik heb hier naast mijn telefoon. liggen. Mocht je daar, vra mocht je daar uh, uh, vragen komen, dan kan ik dat meteen beluisteren. Anyways, let's start the day. Let's go for the quote of the day. The quote van de dag. The way you do anything is the way you do everything is een van de, een van de bekendste, uh, bekendste quotes van, uh, van Tony Robbins, van T.R. Waker. Een aantal mensen zeggen dat vaker. Wat zegt dat de, de manier waarop je één ding doet... is exact de manier waarop je het andere ding aanpakt. Dus wil je iets veranderen in je leven... ga niet proberen alles te veranderen. Verander één ding. Misschien moet je eerder wakker worden. Misschien moet je s'avonds uh, een uurtje gaan, uh, uh, gaan lezen. Misschien moet je in plaats van dat je continu uh, uh, heel vet gaat eten... en in één keer gaat stoppen met al het vet... misschien, misschien moet je eerst je ontbijt... Gaan veranderen. Oké, okay, the way you do anything is the way you do everything. Ook het aangaan van relaties, ook businessbouw, ook impact creëren, ook gratis producten, ook zichtbaarheid. Ik hoor heel veel mensen die graag in het nieuwjaar zichtbaar willen worden. Dan is mijn wedervraag al, waarom, waarom ben je nu niet zichtbaar aan? Waarom begin je pas in een nieuw jaar? Oké, okay, dat zou mijn advies zijn. All right. Wil je iets in een nieuw jaar doen? Begin vandaag al je stappen te zetten. Want straks, over vijf dagen, is het alleen januari. Ik bedoel, volgende week dinsdag. Volgende week maandag is het alleen januari. Ik bedoel, volgende week is het er al zover. Oké? Okay? Dus wil je verandering? Wees de verandering. Oké? Okay? Ja. Dat is, uh, dat is in ieder geval de quote die ik voor jou vandaag heb. Want vandaag, zoals ik zei, en ik ben een beetje aan het kijken of ik, of ik die kleur kan hebben. Alleen die kleur is lastig. Even kijken, de logo-kleur is heel lastig. Even kijken of ik het erbij kan, uh, kan pakken. Want vandaag, ik zei het al, ik ben, nou ja, misschien kan ik het even doen. Even kijken. Ja, kijk, als ik het op deze manier doe, waarschijnlijk krijg ik een kleurcode. Wat de kleurcode is, is van mijn favoriete hockeyclub, namelijk MHC de Rijgers. Kijk, dit is. Ja, het is heel zwart. Uh, dit is uh, niet de kleur die ik wilde. Misschien moet ik deze kleur pakken. Even kijken. Ik pak wel uh, deze kleur. Let's see. Die is makkelijker. Kijk. Dit is waarschijnlijk een betere kleur. Want vandaag wil ik je mijn lessen leren over. Over wat ik bij reigers heb geleerd. Ja, dit is beter. Ik had hem mij nou eigenlijk. Dit is de een van de kleuren van de Reigers. Ik ben al, uh, ik al zijn, al meer dan twee jaar betrokken bij de club. We zijn begonnen als coaches. Ik ben begonnen. Zij is begonnen als coach. Ik ben begonnen als uh, spelbegeleider. Inmiddels, inmiddels ben ik ook scheidsrechter. Inmiddels ben ik uh, sinds vorig afgelopen jaar, februari, ben ik ook. Uh, 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 een van de bestuursleden. Ik ben de secretaris van de club. En, en daar is een proces aan de hand. Dit is de eerste bestuurlijke functie die ik ooit heb gehad. Ik heb, ik heb nog nooit in een bestuur gezeten van wat dan ook. Ik heb heel veel op verenigingen gezeten, maar ik heb nooit in het bestuur deelgenomen. En ik kan je wat vertellen. Dit was een very, very interesting year. Dus wil je mijn vijf lessen hierover leren? Pak pen en papier, ga ervoor zitten. Want ik ga het hierover hebben. Over mijn vijf lessen van het afgelopen jaar. Over wat ik geleerd heb bij MHC de Dreigers. En again. Voor hetzelfde had ik 50 lessen hierover kunnen doen, want echt, dit is een heel interessant jaar geweest. En ik wil je de vijf, vijf belangrijkste lessen hierover met je delen. Uh, laat ik meteen met les 1 beginnen. Les 1 is heel simpel. Besturen is een vak. Nou echt, ik kom erachter, en ik heb dat onderschat, en ik heb heel vaak mensen uitgelachen in een bestuur. Besturen is echt een vak. Het is echt een serieus vak. Dit is niet zomaar iets, je zit niet zomaar in het bestuur. Het besturen, samenwerken, samenvereniging, runnen. En zeker als operationeel, zeg maar. Want ik ben samen met de penningmeester en voorzitter, zijn wij de drie... Uh Driehoek van uh, operationeel zaken, dat doen ze uh, dagelijks bestuur. Wij zijn ook onderdeel van dagelijks bestuur. Is echt een fuck. Ik ben dat nog steeds aan het leren, geloof me. Ik heb het nog lang niet onder de knie. En het is heel mooi om daar dus heel veel lessen te gaan leren. Het is een totaal andere, totaal andere tak van sport, alright? Hey, Gabrielle, een hele goede morgen. Fijn dat je er bent. Uh, laat me weten hoe is je kerst geweest? Laat me weten. Het geldt voor iedereen die live is, online is. Laat me weten hoe je kerst is geweest. Want ik ben nu mijn vijf lessen met jullie aan het delen. Over MAC Dreigers. En volgens mij zie ik jou, Gabrielle, zometeen. Volgens mij hè, gaan wij iets leuks doen als het goed is. Volgens mij hè, hebben wij een prachtig mooi iets staan voor straks. Dus dankjewel. Dankjewel daarvoor, maar daarover morgen meer. Want dan ga ik precies zeggen wat ik met Gabrielle heb gedaan. Anyways, les nummer 1 is besturen is een vak. Met andere woorden. Het valt niet mee om bestuur te zitten. Het valt niet mee om me daar een dikke huid te gaan krijgen. En het valt, uh, het valt niet mee om daar daadwerkelijk iets mee te doen. En Gabrielle zegt, ja, ik ben er al. Nou, dan doe do de dames de groetjes aan de overkant. Dan kom ik er zo meteen aan. Fantastisch. Helemaal te gek. Uh, we gaan iets heel leuks doen. Ja, 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 ja. Gabrielle heeft een verrassing voor mij, dus ik ben heel erg benieuwd. Anyways... Besturen is een vak. Ik zal never, nooit meer bestuurders uitlachen, slashen, denegeren. of zeggen van ja, besturen kan iedereen. Nee, besturen is, kan niet iedereen. Dus dat is een vak. Oké? Okay? Les nummer 1. Les nummer 2. Emotie, oh my god. Als nou één ding is wat in, het, in een club leeft, is emotie. Niet normaal. Er is een jaar vol met emoties geweest. Allright? En wat ik daarbij geleerd heb, wat mijn inzicht is... het moment dat de emoties omhoog gaan, dus mensen niet meer naar elkaar luisteren... betekent, dan heb je te maken met ego's. Het wordt een heel ego-oorlog, ego-spelletjes. Nou, ik heb meer dan zat ego-spelletjes dit jaar meegemaakt op de club... en er is maar één... Het probleem met zo'n met, met zo ego-ego-battle is, je verliest met z'n allen. De club verliest altijd. Het moment dat ego's tegen elkaar opgaan, dan heb je één grote verliezer. Niet één van de partijen. Nee, de club verliest altijd. All right? En het moment dat de ego's vrij smelten, gaan samenwerken, dan wint de club. Met andere woorden, met andere woorden if emotion goes up, intelligence goes down, ego goes up, everybody loses. Oké? Okay? Dat is mijn grote les geweest. Het moment dat de ego's een spel gingen spelen tegen elkaar of met elkaar, verliest de club. Oké, okay, maar het moment dat ze met elkaar gingen samenwerken in het belang van de club, dan wint iedereen. Alright, dus emotie hoort bij de club, hoort bij het spel, ego's niet. Dus het, het moment dat de ego's met elkaar gaan vechten, ja, dan weet je altijd, er zijn alleen maar verliezers. Enorm, enorm en onpijnlijke les. Een aantal keren dit jaar zelfs. Les nummer. Acht, volgens mij uit mijn hoofd. yes Les nummer 8 is één rotte appel. Je hoeft maar één rotte appel hebben binnen, een, binnen het bestuur, binnen een commissie, binnen, binnen een vereniging, binnen een lijn, binnen wat binnen een team. Die rotte appel besmet de rest. Met andere woorden, zorg dat je scherp bent op rotte appels. In je team, in je leveranciers, in uh, mensen die uh, uh, dingen voor je aan het regelen zijn, uh, vrijwilligers of klanten. Pas op voor de rotte appels. Ik heb het aantal keer dit jaar meegemaakt. Niet de leukste gesprekken met zo'n rotte appel, niet de fijnste samenwerkingen. Maar een rotte appel is heel simpel, die gaat om zich heen slaan. Een rotte appel zorgt voor disbalans. Rotte appel zorgt voor roddels. Rotte appel zorgt voor heel veel onrust. Wat moet je met een rotte appel doen? Uit de grond met de wortels en zeggen: hé. Hey, Take it or leave it. En als je niet luistert tweede keer, dan is het tot ziens. All right? En dat heb ik gezien hoe het ging. Oké, okay, we hebben één rotte appel helaas te lang door laten rotten, waarbij het hele jaar heeft gestonken in een bepaalde lijn, in een bepaalde, in een bepaalde samenwerking. Dus let op, één rotte appel is meer dan genoeg om je hele business, om je hele club en je hele vereniging naar de Filistijnen te helpen. Oké? Okay? Dus wees er bewust van. Dat is les nummer acht. Les nummer negen. Les nummer 9. Dit is een van de leukste lessen. En daar wil ik heel graag mijn grote vriend Roel voor bedanken. Roel, onze fantastische penning, penningmeester, die me dit jaar eigenlijk bij de hand heeft genomen. Hij is degene die mij ook heeft voorgesteld in, om in het bestuur deel te gaan nemen. En een fantastische vriend van ons. Nou, echt. Ik heb genoten om daar met Roel samen het netwerk op te gaan. Het gaan netwerken. Ik ben geïntroduceerd in allerlei netwerken: bij Rabobank, bij KNHB, bij verschillende, verschillende Verschillende businessclubs bij verschillende bedrijven. Het is genieten. Ik hou van netwerken. Zeker op dat niveau. Ik hou van netwerken om bijvoorbeeld met de voorzitter van KNHB... toevallig een eerder lid van onze club... te gaan netwerken om te leren kennen tijdens de, tijdens de KNHB-congressen... om daar aanwezig te zijn bij de, bij de VIP-lounge te zitten... terwijl het WK vrouwen en mannen aan de hand was in Amsterdam. Te gaan genieten bij de tafels van de voorzitter... samen met Lisanne, Lisanne de Roever, onze Olympisch kampioenen. de keeper van het Olympisch team van 2000. En, en daarmee dus het netwerk is prachtig. Oké, okay, dus mocht je in een vereniging plaatsnemen, mocht je iets willen doen als vrijwilliger, zorg dat je netwerk gaat uitbreiden daarmee. Ik heb ontzettend genoten en datzelfde geldt, geldt ook voor de clubleden. Hetzelfde geldt ook met acties uh, die ik geleid heb, zoals de Albertijn Plaatjes. Prachtig om met een fantastische sponsor zoals Albertijn samen te gaan werken. Met een heel team een prachtig mooi boek samen te gaan stellen. Met allemaal plaatjes wat, uh, wat kinderen hebben moeten. Moeten verzamelen, ontzettend gaaf voor, 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 voor het gevoel, voor clubbelang, voor hoe het gaan is. Ja, netwerk is fantastisch. Echt, te gek, te gek, te gek mogelijkheid. Ik heb genoten om te gaan netwerken. Dat is een van de grootste, grootste uh, uh, voordelen, grootste cadeaus dat ik dit jaar meeneem. Mijn netwerk is mega, mega gegroeid. Alright, en dan ga ik naar les nummer 5. Als jij by de way nog les hebt over afgelopen jaar, laat me hieronder weten. Nou, Les nummer 5 van vandaag, les nummer 10 in totaal is heel simpel. Teamwork makes the dream work. Met andere woorden, je bent net zo sterk als je zwakke schakel op in je net, net zo sterk als je sterke schakel. Met andere woorden, teamwork altijd zal altijd belonen. Wanneer ik in een evenement zit met organisatoren die goed team bij elkaar hebben gezet, goede organisatie hebben neergezet, zit het teamwork totaal anders uit dan een, dan een event wat zonder enige, enige leiding, zonder enig team is georganiseerd. En beide heb ik van dichtbij meegemaakt. Beide hebben exact het resultaat laten zien: eentje resultaat met hoog niveau, met heel veel, heel veel vrolijke mensen en leden. En die andere, ja, dat evenement viel helemaal in duigen. Oké, okay? teamwork is zo ontzettend belangrijk. Alright. Ik heb uh, mogen genieten van een aantal commissies en mogen genieten van een aantal, aantal adviseurs naast het bestuur. Het is echt fantastisch om te zien wat het teamwork gaat doen. Hoe, op welke manier we aan het groeien zijn met z'n allen. Waarvoor, uh, lieve Bas, als je kijkt, je bent niet op Instagram te zien, maar mogen kijken, thanks a lot voor het afgelopen jaar. Teamwork makes the dream work. Maar hetzelfde geldt voor Robin. Hetzelfde geldt voor Olaf. Hetzelfde geldt voor wat ik zei uh, aan Roe. En hetzelfde geldt voor Sander. Hoe wij dit jaar als bestuur hebben, hebben gedaan is echt ongelooflijk. We zijn met z'n vieren geweest bijna het hele jaar. Daarna weer met z'n vijven, dan met z'n vieren. Het is ongelooflijk wat we met z'n allen hebben kunnen doen. Dus dankjewel, lieve bestuursleden en ex-bestuurlid. Uh, Teamworks makes the dream work. Absoluut. Absoluut. Als één ding is in een verenigingniveau, is absoluut dat, de, dat het ontzettend belangrijk is om als bestuur, maar ook als vereniging. ...of als team, een teamwork hebben. Kijk maar hoe Chantal met haar eigen team van mo team bezig is... ...of met uh, uh, MO12-1. Het is echt, het gaat allemaal om teamwork. En als we kijken naar vorig jaar... ...vorig jaar was het een totaal andere samenstelling... ...en dit jaar op een andere level... Dus mijn advies zou zijn voor jou... mocht je van deze vijf lessen gebruik willen maken... zorg dat je deze vijf lessen gaat implementeren... maar vooral gaat nadenken... hoe kan ik het team verbeteren? Hoe kan ik mijn eigen bijdrage verbeteren? Op welke manier kan ik nog meer bijdragen? Op welke manier kan ik nog meer dingen doen... in een teamverband? Want dat is het. Oké? Okay? Teamwork makes the dream work. Met andere woorden... teamwork zorgt ervoor dat je betere, betere resultaten gaat krijgen. Oké? Okay? Want business is teamwork. Vergis je niet. Mensen denken... ja, business is een enkel sport... Business is niet enkel sport business, in een teamsport, oké? Okay? Anyways, mocht je zelf inzicht hebben over 2023, laat meer onder weten, dan deel ik die graag met je. Mocht je een bepaalde promotie hebben voor aankomende. Dagen, laat me hieronder weten. Mocht je dingen willen aan mij vragen, laat me alsjeblieft weten, dames en heren. Want we gaan langzaam aan richting het einde van het jaar. En ik ben er natuurlijk iedere dag hierbij om tien uur om het te gaan helpen. En het wordt de hoogste tijd om even te kijken wat de kaarten... Weer teamwork. Doe meer dan al meer dan drie jaar trek ik iedere ochtend prachtig mooie kaarten van Chantal. Ook dat is teamwork. Let's see wat de kaarten voor ons in petto hebben voor vandaag. Let's go. The blessing of the day. Even kijken. Oké. Okay. Gaan we gewoon laten zien. You just can't beat the person who never gives up. Babe Root. Um, ik wil best over de betekenis van deze kaart hebben, ga ik het zo meteen over hebben. Maar ik zal je iets bijzonders vertellen. Afgelopen maandag, tijdens de Care Show, welke kaart trok ik? Gisteren, tweede Kerstdag welke kaart trok ik? Vandaag, <coughs> welke kaart trek ik? I don't know. Zo, so, universe, ik doe mijn best, jongens. Ik ben vandaag gaan sporten. You just can't be the person who never give up. Babe roept alweer, zegt Chantal. Yes, alweer. Ongelooflijk. Oké, okay? dus uh, er is een boodschap. Misschien is het niet van mij. Misschien is het wel van mij. Misschien is het voor jou om te horen of te luisteren. Anybody, als jij denkt van ik heb nog niet geluisterd de afgelopen drie dagen naar, naar deze kaart, dan bij deze. You just can't beat the person who never give up. Dus don't ever give up. Waarschijnlijk heeft, heeft iemand het nodig of ik heb het nodig. I don't know. Maar dat is in ieder geval een van de mooie kaarten om hier te, te checken. En uh, Linda, Linda, wat leuk dat je dat Linda aan het kijken is. Onze geweldige. Lijnkel van uh, Emma C. De Rigens en moeder van een van de kids. Uh, dus Linda, super dat je aan het kijken bent via Instagram. Anyways. You just can't beat the person who never gives up. Let's see. En <laughs> uh, Yes, Chantal zegt: ja, mensen kunnen vandaag nog gebruik maken van de kerstaanbieding. 60% korting via Mixmedia Exactly. Mocht je deze prachtige mooie kaarten willen. Plus deze mooie kaart wat ik iedere dag kennelijk aan het trekken ben. Deze prachtige 62 kaarten zijn vandaag in aanbieding. Voor slechts 22, 22 euro. In plaats van de normaal gesproken 59 euro. Er staat een prachtig mooie kaart... met de uitleg. Die krijgt ook twee prachtig mooie. Kerstkaarten erbij. Kijk, happy holiday! En het wordt geleverd in een prachtig mooi cadeau. Uh, even kijken, andersom: prachtig mooi cadeauverpakking in vier verschillende kleuren. Check it out, dames en heren! Zeer en zeer aan te vervelen. Ga naar mixmedia van.nl. Zorg ervoor dat je deze prachtig mooie kaarten gaat trekken. Ik trek het al meer dan drie jaar, dus ik vind het echt uh, fantastisch om dat te doen. En lieve Chantal, dank je voor alle inspiratie hiervoor. Anyways, checkmixmedia Dit was het voor vandaag, dames en heren. Herhaling van deze vijf lessen van vandaag. Les nummer 1: Bestuur is een vak. Les nummer 2: Emotie betekent beweging. Zorg dat je niet met ego's gaat bewegen, maar met je hart gaat bewegen, want dan heb je clubbelang bovenop. Les nummer drie, één rotte appel is genoeg om de hele club mee te gaan besmetten. Zorg dat je de rotte appels eruit gaat halen. En les nummer vier, je netwerk is je your netwoord. Your, je your netwerk betekent power, betekent kracht. Dus dankjewel lieve reigers, dankjewel alle bestuursleden, ex-bestuursleden die, be, die het jaar geholpen hebben. En les nummer vijf en les nummer tien in totaal is... Teamwork makes the dream work. Zorg dat je met een teamwork gaat... met een groot, fantastisch team gaat werken. Je bent net zo krachtig met z'n allen. Als je schouder aan schouder gaat werken... dan werkt alles. Uh... Anyways, dit was het voor vandaag. Ik weet niet of jij het al gedownload hebt... maar ga naar aramiekanline.com. Zorg ervoor dat je mijn fantastische e-book... met 33 vragen om dit jaar af te sluiten... gaat downloaden. Want ik krijg ook meteen een gratis ticket... voor de Boo show. Zeven uh, stappen om je business een boost te gaan geven. Ga er alsjeblieft voor. Want ik gun het je graag ook die training... op. 5 januari gaat plaatsvinden. En yes, als je op de volgende pagina gaat. Hey, heb je net je e-book gedaan? Dan kom je op de uh, Holiday Cell uh, pagina. Dan heb je, kun je kiezen uit drie producten. Namelijk uh, drie producten zijn uh, de Ideal Client strategie thuis in de cursus. In plaats van normaal gesproken 1000 euro. Is het voor slechts 7 euro. Uh, ja, best jaar ooit live dag. De ticket kost normaal gesproken 2000 euro. Of kan je voor 97 euro. En de 2024 Diamond 6 maanden Mastermind groep. In plaats van 6000 euro. Voor slechts 777 euro. Go for it. Ik gun het je graag. En ja, zoals ik zei. Deze deals zijn er vandaag nu beschikbaar. Geen idee of ze morgen zullen zijn. Je ziet het al. Een van de deals heb ik afgesloten. Dus dan ga ik kijken of ik morgen andere deals voor je ga checken. Maar voor vandaag zijn ze beschikbaar voor je. Ga naar arameekonline.com. Zorg ervoor dat je gaat. Uh, uh, gaat claimen. Ik wens je voor nu een prachtig mooie dag. Ik wens je voor nu een prachtig mooie derde kerstdag wat je ook aan het doen bent. Ik ga zo meteen iets fantastisch doen met Gabrielle. Dus Gabrielle, ik kom eraan. Ik ga zo meteen de podcast online zetten. Dan gaan we wat leuks doen samen. Anyways, het was me waar genoegen. Thanks iedereen die online was. Mijn lieve Chantal, geweldig dat je online was. En Gabrielle die online was. Fantastisch. En iedereen die op de achtergrond heeft meegekeken, meegeluisterd, maar ook de Instagram-kijkers zoals Linda, die gekeken heeft. Thanks again, guys. Maak er een prachtige derde kerstdag van. En ik zie je Morgen om 10 uur met de volgende 5 lessen. Adios! Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig! Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, see you later dames en heren. En ik zie je graag morgen met de volgende vijf lessen van 2023. Maak er een prachtig mooie dag van. Adios amigos. See you later. Oi, oi.